Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zondag, de 20e januari. En het is 14 uur 1. Ja, 1 minuut over 2. Vrouw die ligt weer lekker op de bank. En het begint hier in huis al wat te lijken. Er zijn nog een paar dingen wat ik doen moet. Dat is bij de printer het kleedje nog weghalen en die carousel die erop staat. De televisie staat nog een kerstboom en een beeldje mee, dat van het kerststalletje, etc. Dat moet nog even weg. En dan hebben we hier ook dat ding. Dat heb ik ooit van Karin gehad. Dat ding. Die moet nog weg. En dan is het, nou ja, en dan opruimen heen gaan, hè? Ja, dan kan ik het daarom allemaal in die boxen doen. Nee, je komt nou niet daarom, want Ewen die zit daar te eten en die moet bijkomen. Ja, die moet bijkomen. Die is zo mager, ons prinsesje, dat ja. Nou, voor de rest, het is allemaal weer netjes en schoon. Ik heb gisteren gevlogen en gedweild en gedaan. En ik dacht, ja, vrouw, neem weer een hoop troep mee. Maar ja, daar kan je toch niks aan doen, dat hou je toch, moet je geen dieren nemen. Simpel wat, zo denk ik erover. En hier en daar ligt toch nog weer wat glitter van slingers. Maar ja, dat maakt ook niet uit. Dat gaat wel weer in de loop van de week weer weg. Dus ja, en dan de afwas, de vaatwasser, dat allemaal weg. Deze troep, nee, dat gaat dan ook allemaal weg. En morgenochtend dan komt Jack van Cirillo, die mag het weer naar boven brengen. En dan zullen we het woensdagochtend zullen we het op zolder weer zetten. Ja. Nou, de tafel is verder netjes. Ja, ik heb net even mijn lunch gehad, laat me zeggen. En dan doe ik even een spelletje. Nou, dan ga ik zo meteen weer verder aan de gang. Ja. En ik zal morgenochtend proberen te trachten om even een afspraak te maken met de huisarts en voor mijn COPD bij Linda. Dat is allemaal in dezelfde praktijk, dus dat komt ook wel goed. Het gaat in één keer door. En dan probeer ik de tijden aan elkaar te laten koppelen. Van eerst maar naar Linda toe en dan naar de huisarts toe. Ja toch? Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is ja, een beetje raar, vreemd weer. Het is niet slecht weer. Het zonnetje schijnt wel, maar er hangt het sluier bewolken, laat me zeggen. Dus ja, je moet er wat van maken wat je zelf wilt. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Hallo lieve vrienden, ja, daar ben ik weer even. Nou, de kerstspullen zijn allemaal opgeruimd. Ik heb alles schoongemaakt. Op de keuken, nou, die moet op de afwassing, et cetera, nog gedaan worden, even opgeruimd worden. Dan is dat ook klaar, maar ik ga nu eerst even naar buiten. Eventjes iets nakomen wat ik beloofd heb. En dat is voor de Pokémon, heb ik aan een paar vrienden gezegd van, nou, dat doe ik met het weekend wel even. En ik moet even nog naar de dekenmarkt, want juist. Ik wil toch ook wel weer eens wat bij de koffie hebben, hè? Ja, de hele week zonder iets lekkers bij de koffie. Wordt wel weer tijd. En ja, morgen komt Astrid weer. Die is beter verklaard. Dus ja, die komt morgen ook weer. Dus ja, dan wil je toch wel weer wat bij de koffie ook hebben. En eventjes voor vanavond wat lekkers. Het is tenslotte zondag. En ten tweede, ik heb het wel verdiend. Toch? Ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Ik zal me even goed aankleden, want het zal wel koud wezen, denk ik, omdat het knap weer is. Maar toch. Ik zou zeggen, lieve vrienden, ik zal vanavond de boel, of morgen, als met daglicht beter, zal ik weer wel even laten zien hoe het er allemaal weer netjes eruit ziet. Ik zou zeggen, voor nu, tot straks. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. We hebben weer het goede genoten. En de boel is hier weer helemaal keurig, netjes. Ook het aanrecht, ja, er staat weer een beetje, want ik heb net gegeten. Maar de vaatwasser, die is aan het werk en daar kan niks meer bij.
Nee, die draait nou en de kaarsjes branden op de tafel. En vannacht of morgenochtend hebben we heel vroeg weer de bloedmaan. En nu hebben we een hele grote maan. Dus als jullie nu gaan kijken, als jullie gaan kijken of hebben gekeken, dan hebben jullie dat gezien. Ja, ik weet niet of we dat ook zo uit mijn huidje vandaan zien. Dat is nog koud. Ja, het is zeker koud. Ik moet staan, dat zie ik. Ja, ik moet eventjes op. Kijk, daar staat hij. Hij is zo jukkels groot. Kanonnen. Hij is groter dan normaal. Nou, dan zullen we de deur weer proberen dicht te doen. Oh, het is zo koud. Hup. Zo, hebben we dat even mooi opgelost, dacht ik zo. Toch of niet, Frodo? Ja, hè? Of niet dan? Hé, of niet dan? Hij doet het zo goed momenteel, ja. Dat hou je niet van mogelijk. Maar nou moet zij weer aansterken. Zij is broodmager. Ja. Normaal zegt ze wel wat, maar ze is zo magertjes proberen bij te voeren. Maar zij eet ook, ze eet niet gedwongen, laat me zeggen. Ze laat er niet dwingen. Ik zet het gewoon zo nu en dan neer, een schoteltje met vlees, met vis. Want daar is ze gek op en dan smult ze er wat van. En als ze het laat staan, dan zet ik het weer in de koelkast. Nou heeft zelfs Kandals zijn vlees laten staan. Dat gaat ook zo meteen in de koelkast, mits hij straks weer wilt hebben. Maar dan zet ik het voor eeuwen, zet ik het ook straks weer neer. Dan blijft het tenminste goed. En dan ga ik lekker eventjes niks doen. Ik ga even televisie kijken en eventjes voor de pc. Kijken of ik daar nog wat kan doen. Ik heb nog geen zin om dit in elkaar te zetten. Dat doe ik van de week wel, want morgen kom ik sowieso niet aan toe. Want Astrid die komt morgen. En ik ben nou zat, ik ben moe. Ik ben klaar. Ik moet denk ik tot één ding nog veranderen. En dat is het kerstverlichting boven mijn bureau. Dat wil ik anders om gaan leggen. Dat de stekker niet meer in die stopcontact komt. Maar aan de andere kant. Ja, dan blijft die stopcontact vrij voor het doeleinde als ik visite krijg. Dat is een telefoon op kunnen laden. Gebeurt dat nog wel eens. Dat is dan wat makkelijker. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie avond en ik zeg misschien tot morgen, misschien ook niet. Ik weet het nog niet. Leg er ook aan hoe ik me voel. Ze zeggen doei doei. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag maandag en ik zit hier geduldig te wachten op mijn begeleider van Sferalo. Ik heb net eventjes de afvalkalender van onze stad heb ik eventjes opgezocht. Want ja, je moet wel weten wanneer je de container bij de weg moet zetten. Of moet laten zetten. Want ik laat het gebeuren, ja. En dat heb ik nog gevonden. En dat heb ik allemaal netjes uitgeprint. Dus ja, wie doet je er wat? Straks even inzelen. Maar als eerste een welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik heb nog meer nieuws. Morgenmiddag moet ik naar de huisartsenpraktijk van mijn huisarts, maar niet naar de huisarts, nee, naar Linda genaamd, voor mijn COPD. Woensdagmiddag moet ik er weer naartoe, maar dan naar de huisarts zelf. Ja, voor hetgeen wat ik denk dat ik mankeer. Maar ja, dat zien we dan wel weer, kijken of ik het goed heb of niet. Misschien wel, misschien is het ook wel wat anders, bloedarmoede, weet ik veel wat. Maar ja, het kan allemaal, maar in ieder geval, waarom dan denk je bij jezelf, waarom niet op één dag? Nou ja,
De ene die zit niet op woensdag en de andere zit niet op dinsdag. Ja, en die zit niet op de ochtend en die zit niet op de middag. Nou ja, ze zoeken het maar uit. Nou ja, van dit eruit. Nou ja, je moet maar. Dan door die kou heen. Ik kan er ook niks aan doen, maar ja, als het mij te koud is, dan neem ik al een taxi. Ja, toch moet jij naar binnen. Oh, zegt dat dan? Ik zit vast, zo. Dan wil er een erin. Hi! Nou, enkel de takken buiten moeten nog. Nou, dat ben er nog maar twee. Maar binnen heb ik het dus klaar tot zo ver. Dit moet naar de schuur, maar ik heb daar eerst nog een vraag over. Daar zitten spullen in, dat ga ik met Astrid uitzoeken. Nou ja, die is een Frodo en dit is een brillenkoker, dat maakt niet uit. Die wil ik ook naar boven. Nou, en dat is even nog een rommeldoosje. Dat moet ik nog even uitzoeken wat ik daarmee moet allemaal. Maar voor de rest is het allemaal weer netjes en schoon. En dat, ja, je hebt dieren, dus de vloer is alweer een beetje smerig hier en daar. En je vindt natuurlijk nog, hoe noem je dat? Dat druigelt even goed. Nog wel van die takken denk je dat je geen echte bomen hebt. Of geen echte takken. Maar ook dat zijde dat kan ruigelen, ja. En mijn eettafel is netjes, een nieuwe loper erop. Ja. Hè, kan dat? Nou, en dan heb ik hier weer een schone keukenwas staan, dat ik op moet vouwen. Maar ik was net eigenlijk bezig om het vlees van de dieren, van de poes een beetje op te ruimen. Maar nou is het allemaal weer binnen. Dus zetten we het weer op de grond, kijken wat die doet. Ze eten hun vlees niet allemaal op. Alsof ze geen honger hebben, maar Eowyn daarentegen, die is broodmager. En ook hij begint hier in te vallen. Dat moet niet. Ik snap er niks van. Hoe dat kan. Maar ja, wie ben ik? Ik ben geen dierenarts. Maar ook ze zien er niet ziek uit, maar ze vallen wel af. En waardoor? Eowyn die zat het in huis, dus die loopt alleen nog de trap op en af, meer niet. En hij komt nog eens buiten. Dan denk je van ja, oké, hij is buiten en vliegt heen en weer. Maar voor de rest, ik niet te weten, nee. Wat is er, man? Ga jij ook maar eten? Je hebt je eten nog staan. En die zak kattenvoer, dat moet naar boven. Ga maar eten, hier ook. Ga dan eten. Ja, dat is een kamer. Die hoef je niet op te eten. Maar oké, lieve vrienden, ik ga een bakje koffie maken en dan ga ik de aanrecht even vrijmaken. Er staat maar een beetje op, dat is te weinig voor de vaatwasser, maar ik moet het wel even leeg hebben. Ook voor de lamineerapparaat, dat ik het even in kan sielen. En dan zien we het wel weer. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je dag. Het is bewolkt hier, af en toe de zon, dus ik denk dat we sneeuw gaan krijgen of zo. Maar als je naar buiten moet, kleed je heel goed aan. Kijk, hoe vinden jullie dat setje? Karen de Bruidsbroek heb ik erbij gezet voor mijn mannetje, voor mijn schoonmoedertje. En een mooie kaars in een mooie pot met een hart erop aan weerskanten van Chrisje gekregen onder de kerstboom. Kaarsjes erbij, klaar. Toch? Ja, dacht ik ook. Oké, ik zou zeggen, geniet ervan. Nou, de kerstspullen die zijn van de hal naar boven verhuisd. Dat stond allemaal hier. Dat staat al op de kattenkamer. Dat ik moet nou eerst proberen van de week die takken van de moestuin en van de picknicktafel afhalen. Woensdagochtend komt die man weer en dan haalt hij die slang uit de vlaggenmast van me vandaan. Kan die schoongemaakt worden en dan kan die ook opgeruimd worden. En zo ga je beetje bij beetje, ja, komt het wel weer op school. Wil jij naar buiten? Nou, dat mag, man. Hé, doei doei. Dat, ja, ik maak een bakje koffie, want die man die wil nooit geen koffie. Dus ja, dan drink ik ook geen koffie. Vind ik niet leuk. Dus ja, dan ga ik koffie hier maken en ik ga dan even aan de was bezig om dat op te vouwen. En is dat ook klaar. Ja toch? Ik zou zeggen, tot later. Oh ja, Astrid die komt dus, ja. Ik doe denk ik helemaal niks vanmiddag.
We zien wel. Ja, lieve vrienden, Astrid die is alweer een dik uur weg. Ja, en ik ben toen naar buiten toe gegaan, wel met jas aan, want het is anders te koud. Ik heb de kersttakken van de moestuin afgehaald en van de picknicktafel, dus dat is nou ook leeg. En het regent hier nou, maar er is helemaal niks aan. Dus kijk, het is leeg, het is weg, het is opgeruimd. Althans, opgeruimd. Ik heb de takken leeg gehaald en de versiering maar even in een emmer gelegen. En dan ga ik dat morgen weer inpakken en opruimen en doen. Ook de kerstboom van mijn scootmobiel hebben we eraf gehaald. Die staat hier te droog, want dat was helemaal vochtig. Dus ja, die kan dan nog niet opgeruimd worden. En ik ruim hem met versiering en al op, gewoon in een vuilniszak. Die gaat niet naar zolder, die blijft op de kattenkamer. Dus dat komt allemaal wel goed. Ja, dat... Ik ga nou even lekker iets voor mezelf doen. Ja, spelletje op mijn mobiel. Lekker per. Dat... Ja, ik ben moe. Hi man. Kom dan. Oh, ook even pootjes trekken. Oh, en dan hebben we er nog één. Kandelfie. Ja man. Ja. Oh, is het zo? Oh, nou wat een verhaal. Nou, daar ligt meneer voor pampers. En Ewin, nou, ik weet het niet, die is vandaag wel even beneden geweest, maar slecht meer te slapen dan wat anders. Dat vertrouw het ook niet. Maar ze ziet er niet ziek uit. Nee. Maar ik hoop niet dat ik haar ook gauw moet gaan missen. Want dat zal me heel erg veel pijn en verdriet doen. Maar ja, ze is ook al oud. Ze is niet een van de jongste meer. Ze is eigenlijk ouder dan dat Arwen was. Ja. Hé? Ja. Maar ja, ook de diertjes worden oud. Nee, kerel. Oh, daar hebben we Ewin. Kijk dan. Ewin. Meisje. Koekoek. Hey. Dat is een meisje toch? Je draait je oogjes. Hé, goedje dan. Nou, dan zullen we jou eens proberen eten te geven, hè? Ja. Je moet wel eetjes doen. Zullen we Kandalf even weer achter de deur doen, hè? Ja. Oh, goeie toch. Oh, goeie. Ja, nou ja, blij dat ze beneden is. Dat, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag verder. Hè, jullie namiddag. Zo laat is het allemaal weer. En ik zou zeggen, tot later.